wat zin heb. Waar? Wat? Delfshaven? Ik pak zo snel mogelijk mijn vliegtuig en kom eraan. Vandaag gaan we het hebben over Delfshaven en dan met name het water erin. Delfshaven is een bestuurlijk deelgebied in de gemeente Rotterdam met een totaal oppervlak van 5,8 vierkante kilometer. Het deelgebied bestaat uit de wijken Nieuwe Westen, Middelland, Delfshaven, Schiemond, Bospolder, Tussendijken, Oud- en Nieuw-Mathenesse, Wittedorp en Spangen. In deze wijken doen we verschillende watergerelateerde problemen voor. Om uit te zoeken wat voor problemen dit precies zijn, waardoor zij worden veroorzaakt, waar zij het meest naar voorkomen en welke oplossingen er zijn, moet er een watersysteemanalyse gemaakt worden. En daar hebben we nou net een goede persoon voor gevonden. Als u in Delfshaven woont, vraagt u zich misschien wel eens af, goh, wat is er toch eigenlijk weinig groen in de omgeving? Er liggen alleen maar tegels. Dit is helemaal geen ongewone gedachte. Dit is namelijk ook zo. Delfshaven heeft een totale oppervlakte van 580 hectare. Meer dan de helft daarvan is verhard. Er is dus sprake van verharding. Er valt gemiddeld zo'n 850 mm per jaar. Het lijkt misschien niet zoveel, maar dit is toch een totale 4930 kubieke meter per jaar. Meer dan genoeg, zou ik zeggen. Maar in de toekomst gaat het door de klimaatveranderingen hoogstwaarschijnlijk nog veel meer regenen. In de watersysteemanalyse gaan we kijken waar het regen eigenlijk allemaal naartoe gaat. En of de verschillende onderdelen van het watersysteem dit water wel aankunnen. In Delfshaven heeft iedereen te maken met water, bewust of onbewust. Alle partijen en personen die bij het water betrokken zijn, noemen we stakeholders. Niet al deze stakeholders zijn verantwoordelijk voor het water. De grootste verantwoordelijkheden liggen bij de overheidsinstanties, zoals de gemeente, Waterschap Schieland en Krimpen en Waard, Rijkswaterstaat en Waterschap Delfland. De overige stakeholders zijn de RET, drinkwaterbedrijf Evides, de vele bedrijven en organisaties en natuurlijk de bewoners van Delfshaven. Het overgrote deel van het gevallen regenwater komt op het verhard of onverhard oppervlakte van Delfshaven terecht. Van de vier heeft het enkele opties. Het water stroomt vanaf het oppervlak direct naar het oppervlaktewater. Of het water infiltreert in de bodem en komt terecht bij het grondwater. Eerst gaan we kijken naar de bodem, om te kijken welke grondsoorten er in de Delfshaven terugkomen. Hebben wij een drietal boringen in het gebied gedaan. Door onze boringen te vergelijken met de gegevens van dierlijkheid hebben wij een gemiddeld bodemprofiel gemaakt. Volgens dit profiel is de bodem in Delfshaven over het algemeen zo opgebouwd. De bovenste 5 meter is overal anders. Soms zijn ze door de mens verstoord, afgegraven en bestaan ze uit zand. Soms bestaan ze ook uit natuurlijke veen- en kleilagen. De volgende 10 tot 15 meter bestaat uit dikke kleilaag. En deze kleilaag zit over het algemeen dunne veenlagen. Tot een diepte van ongeveer 20 meter is de bodem dus slecht waterdoorlatend. Na de eerste 20 meters begint het eerste watervoerend pakket. Goed doorlatende laag. Dit watervoerend pakket bestaat voornamelijk uit matig tot grof zand. Met vooral in het buitenrijksgebied af en toe een dunne leem- en grindlagen. Dit watervoerend pakket loopt door tot een diepte van ongeveer 30 tot 35 meter en hierna houdt de boring ermee op. Als het water dan eindelijk eens is geïnfiltreerd, komt het terecht bij een door veel mensen vergeten deel van het watersysteem, het grondwater. Het grondwater staat natuurlijk niet overal in de bodem even hoog. Hier zijn ook fluctuaties in. De gemiddelde grondwaterstand is dan ook niet zomaar even te meten. Met deze berekeningen gaan wij u niet vervelen. We laten alleen de resultaten zien. De grondwaterstand in het buitendijksgebied is gemiddeld 1,38 meter NAP. De grondwaterstand in het boezemgebied is gemiddeld 1,66 meter NAP. En de grondwaterstand in het binnendijksgebied is gemiddeld min 2,2 meter NAP. Deze grondwaterstanden komen overeen met de stromen die al worden gesuggereerd door de opbouw van het gebied. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het watersysteemanalyse is het oppervlaktewater. In Delfshaven is het oppervlaktewatersysteem verdeeld in 4 pijlgebieden. 11 van deze pijlgebieden heeft zijn eigen onderbemaling en kunstwerk. Pijlgebied 1, het boezemgebied. Het boezemgebied bestaat uit de wijken Delfshaven, Tussendijken en Bospolder. Deze wijken wateren direct af op de Delfshavense Schie. Het pijl in de Schie is 0,4 meter NAP en de Schie watert via de parksluizen af naar de Nieuwe Maas. Pijlgebied 2, het buitenrijksgebied. Dit pijlgebied bestaat uit de wijken Delfshaven, Schiemond en Nieuw-Mathenesse en staat in directe verbinding met de Nieuwe Maas. Het waterpeil in de Nieuwe Maas kan variëren tussen de min 1 NAP en plus 1,5 NAP. Pijlgebied 3,
het Nieuwe Westen en Middelland. Dit pijlgebied bestaat uit de Heemraadsingel en de Essenbergsingel. Het water wordt vanaf de zuidkant van de Heemraadsingel ingelaten vanuit de Dalshaven te Schie en stroomt via het westelijk deel van de Essenbergsingel het gebied weer uit. Het pijl in de Heemraadsingel en in het oostelijk deel van de Essenbergsingel is min 2,4 NAP. Het pijl in het westelijk deel van de Essenbergsingel is min 2,7 NAP. Pijlgebied 4. Oud-Mathenesse en Spangen. Het bemalingsgebied heeft drie pijlvakken. In Oud-Mathenesse ligt de Tjalkanvijver, Oeksersingel en de Pasteursingel. Het waterpeil in deze oppervlaktewateren is min 2,45 NAP. In Spangen ligt tenslotte nog de Spaanse Bocht. Het waterpeil hier is min 2,3 NAP. De Spaanse Bocht watert, net als alle andere wateren in het gebied, af op de Tjalkanvijver. Uiteindelijk watert het hele pijlgebied via het gemaal de Spaanse Weg af naar de Dalshaven te Schie. Als het regenwater zijn kans heeft gehad aan het oppervlak, komt het uiteindelijk in het riool terecht. In Dalshaven is er sprake van een gemengd rioolstelsel. Dit betekent dat het afvalwater en het hemelwater in hetzelfde rioolstelsel worden opgevangen en dat al het water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat. Het rioleringssysteem van Dalshaven valt onder een aantal rioleringsdistricten. Westen, Centrum, Tussendijken, Oud-Mathenesse en Spangen. De districten Westen, Oud-Mathenesse en Spangen hebben alle drie één hoofdgemaal dat door middel van persleidingen afwatert naar het doorvoergemaal aan het Heemraadsplein. District Centrum watert ook met persleiding af naar een doorvoergemaal aan het zuideinde van de Westersingel. District Tussendijken is een geval apart. Hier wordt gebruik gemaakt van een vrijvervalriool. Het afvalwater wordt onder vrijverval, dus zonder pompen, afgevoerd naar het doorvoergemaal aan de Middenkous. Vanaf dit gemaal wordt het afvalwater wel weer met een persleiding naar het doorvoergemaal aan het Heemraadsplein gepompt. Al het water uit de haven wordt tenslotte via het gemaal aan het Heemraadsplein of het gemaal aan de Westersingel direct naar de RWZI Dokhaven gepompt. Alle rioleringdistricten staan door middel van rioloversorten in verbinding met oppervlaktewater. Doordat deze oversorten niet veel hoger zijn dan het gemiddelde pijl in de singels, zo'n 20 tot 40 cm boven het pijl, kan er bij een bui al snel een vrije verbinding ontstaan tussen het oppervlaktewater en het rioolstelsel. De twee stelsels vormen dan samen een groot geheel en het overgetrokken water wordt door zowel rioolgemalen als andere gemalen weggepompt. Nu we alle onderdelen van het watersysteem hebben gehad, stuiten we op een probleem. Er is niet genoeg van het regenwater opgeslagen in Dalshaven zelf. En we zitten met een totaal overschot van 10.680 kubieke meter aan water. De singels zijn overstroomd en lopen vol met smerig rioolwater. Het water spuit uit rioolputten en de straten en de grasvelden staan binnen dijksgebied blank. De oorzaak van het probleem is het riool. Toen het riool rond de jaren 80 werd aangelegd, werd er geen rekening gehouden met de steeds hevige regenbuien en de enorme toename van de hoeveelheid afvalwater. Het riool heeft dus niet genoeg bergingscapaciteit en het gemengde stelsel zorgt voor veel watervuiling omdat bij hoge waterpeilen in de vrije verbinding staat met het oppervlaktewater. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom heb ik, met mijn superhoge IQ en mijn goed inzicht in dit soort situaties, een paar oplossingen bedacht, zodat de bewoners van Dalshaven schone en droge voeten hebben tijdens een hevige regenbui. Ten eerste kunnen de beheerders van het oppervlaktewater en het riool een aantal dingen doen. De aanvoer naar het plangebied tijdens een hevige regenbui verminderen. Dit kan door de aanvoeren van de Tjalklaanvijver en de Heemraadsingel vanuit de Dalshavense Schie door een speciaal gemaal te leiden dat stopt met pompen als een bepaald waterpeil in de waterlichamen is bereikt. Het gemengde rioolstelsel vervangen door een verbeterd gescheiden stelsel. Voor mij is dat natuurlijk geen probleem, maar deze oplossing is erg duur. Ook de bewoners van Dalshaven zelf kunnen een aantal dingen doen om mee te helpen. Zoals het aanleggen van meer groen. Al die tegels in hun achtertuin, weg ermee. Die moeten vervangen worden door een mooi grasveld of een gezellig bloemenperkje. Ook op het dak kan u dit doen. Niet meteen beginnen met het gooien van dakpannen natuurlijk. Maar als u een plat dak heeft of een andere mogelijkheid ziet, kan u wel meer groen plaatsen op het dak. Samen komen wij er wel uit. Als we maar blijven denken, Dalshaven first, Dalshaven first. Dalshaven first. Make Dalshaven green again!